Hallo, goedemorgen. Het is lang geleden dat ik wat opgenomen heb, of dat ik gestreamd heb, maar ik ga er weer een beetje mee beginnen. Allerlei privégedoe, waardoor ik even geen zin had en geen tijd voor had, enzovoort. Maar nu gaan we weer eens los. Aankomende zaterdag rij ik mee met de Huts Racing, 2 uur van de Nordschleife. Dat wordt natuurlijk een drama, want die baan, daar maak je schade, daar maak je snel schade. Het is een lange baan. Maar het gaat voor de lol, dus we gaan lekker voor de lol meedoen. Ik rijd mee, Dixon Hurst van Beachburg, ons endurance team, rijdt ook mee. En ik heb gekozen om eens lekker gaan te gaan rijden in de Aston Martin V12 GT3. Een van de eerste GT3 modellen eigenlijk in ACC. Intussen al een aantal jaren vervangen door de Aston Martin Vantage V8. En intussen op de real life circuits inmiddels alweer vervangen door de V8 Evo. Die zit nog niet in de game. Ik denk niet dat die gaat komen nu AC Evo om de hoek staat. Ik heb er een mooie replay voor gemaakt. Die heb ik genoemd Miss Money Penny. Want het is een dure auto. En ik vond het wel toepasselijk. Vanuit de Bond, James Bond dynamiek die met Aston Martin gaat. Dus daar is ze. Kijk hoe mooi staan. Wat we gaan doen, ik ga er 2 of 3 rondjes rijden. De Nordschleife is algemeen bekend. Er staat genoeg op YouTube wat je zowel real life als ACC kan vinden van enorme hotlaps. Ik ben geen enorme hotlapper, ik ben geen kwalificeerder, puur sang. Dus ik ga ook geen snelste tijden neerzetten, zeker niet. Mijn snelste tijd is nu in de lage 840's met deze auto. In de race wordt er nog wel wat gedaan met BOP. Dus het kan zijn dat deze auto een voordeel krijgt ten opzichte van andere auto's, maar eigenlijk interesseert het me niet. Wil ik gewoon lekker gaan racen. Het is een split race tussen GT3 en GT4. 2 uur lang, in mijn eentje. Dus wel endurance, maar in mijn eentje. 1 verplichte pitstop. Ik heb een aardige setup van internet weten te trekken, want ik ben er zelf niet zo goed in. Ik heb kleine tweaks aangebracht, maar eigenlijk rijdt hij stabiel. De enige grote vijand die er nog is, ben ik zelf. Dus, laten we eens gaan kijken. Ik ga een setup pakken om te beginnen. Het is 2:23, dan ga ik voor 24. Zo, zo. Ik neem een raceopstelling. Dan begin ik met 115 liter. En here we go. En die heerlijke V12. En het probleem met deze auto is eigenlijk maar één ding. Acceleratie genoeg, snelheid genoeg. Hij is verrassend wendbaar op één ding na. En dat is onderstuur. Die V12 heeft prijs. En dat is gewicht aan de voorkant. En gewicht aan de voorkant betekent ik ga hem nooit insturen als jij het wil. Deze auto lijkt op de rails te rijden. Dus je moet hem de bocht omdwingen met ja, nog een extra trailbreken. En natuurlijk wat we in de setup een beetje gedaan hebben. Daarmee is hij handelbaar, maar vergis je niet, een McLaren of een Ferrari GT3 van de huidige generatie, ja die zijn eigenlijk, deze auto's daar geen match voor. Wat hij wel heeft is topsnelheid en acceleratie, lange versnellingen, dus in sommige bochten kan ik al een, oh wat koud, banden. Kan ik eigenlijk al een versnelling lager gaan zitten, waar ik op een andere GT3 auto niet zo snel zou doen. Dus ja, de versnellingen zijn gewoon heel lang. Hier zou ik deze, zou ik volgens een 3 pakken. In deze auto doe ik dat niet, want dan is mijn acceleratie niks. Dit is natuurlijk het Grand Prix circuit. Dus laten we eerst even warm rijden op 1 rondje Grand Prix circuit. Dus we gaan hier naar rechts. Een cut-off, komen we terug op het rechte stuk. Start-finish. Oeps, pionnetje. Eens kijken of we een mooie tijd neer kunnen zetten. Je ziet dat auto af en toe oversturen, dat is natuurlijk gewoon het setup gedeelte. Onderstuur en overstuur zijn elkaars tegenpolen.
onderstuur, de auto wil rechtdoor blijven gaan. Overstuur, de auto wil zichzelf inhalen. Dus de achterkant wil je voorbij, je wil spinnen. Het is natuurlijk van harte dat je de balans vindt, maar ook wat je persoonlijk prettig vindt. Deze auto raakt zijn onderstuur eigenlijk nooit kwijt. Voor hoogstens minder. De uittunen, dat lukt me niet. Kijk. Overstuur erin tunen kan wel. En dan krijg je natuurlijk in het extreemst mee een heel onhandelbare auto. Die zowel onderstuurt als overstuurt. Dan hebben we een hele slechte balans te pakken. Dat is niet het geval. Deze auto ligt balanszwaardig best goed. Neemt niet weg dat een modernere GT3 auto eigenlijk gewoon bijna elke bocht wel 5 tot 10 km per uur sneller erin kan. En er dus ook uitkomt. Hier gaan we. De Noordslijf op. Heel veel bochten het idee daardoor door het onderstuur dat ik er te hard in ga. Dan wil die uitdrijven. Het duurt het wat langer voordat het gas kan. Dan ga ik een wielbak verheugen. Dan komen we zo bij vloedplaats. Een klein beetje inhouden. Ja, hier op het gas. Deze bocht zou ik nog maar liter in andere GT3 is een 3 pakken. Ik merk gewoon dat die handelbaarder is als ik hem juist wat lager pak. En die versnelling is zo lang dat ik wel prima kan. De Adenauervorst, gevaarlijk stukje is dit, vind ik. Altijd een lastig stuk. Daar ging de achterkant bijna. Dat kost tijd. Erg blij met mijn stuurtje. Het is een Moser R5. Een bundel gekocht. Ik heb een voor mijn rempedalen een rempedalen. Inmiddels een pressure load cell bestelling. Dat is ook snel te krijgen vanuit de US. Maar dit stuurtje. Het geeft zoveel meer detail dan mijn oude Logitech. De welbekende ratelbak, de G29, ja, 29 serie. Oh. Perfect lijntje. Helemaal geen perfect lijntje, helemaal slecht zelfs. Dat kost tijd. Veel meer hobbels, voor veel meer details. En daarmee zorgt gewoon dat ik heb dat geintje wat ik net had. In mijn Logitech had ik dat gewoon niet overleefd, omdat ik niet aanvoel hoe ik goed moet reageren. Dat doe ik met de nieuwe stuur wel. Het kost me wel veel meer kracht natuurlijk. Ik heb nog niet eens op volle kracht draaien. Het is niet van 85% gain in de settings ACC. Maar het is 5,5 Nm waar de Logitech rond 2,3 zit, als ik het goed heb. Maar echt zoveel meer detail. Ik
komen zo bij het bosgedeelte aan. Dit was Kesseltje. Het lange. Lange stuk. Hard door het bos heen. De berg op. Hier bij de carousel. Dat is in de auto. Deze auto vind ik echt lastig, want deze auto wil gewoon zo graag door dat in de carousel blijven. Sowieso insturen al lastig is. Elke auto doet er een 2, deze doet het gewoon eens 1. Als ik sneller ga, dan vlieg ik er gewoon uit. Hoge 8 gaan we naartoe. Vriesheuwen. Wieperman. Esbach, hier moet ik uitkijken, want hier ben ik, dit stuk ben ik geneigd om net even te ver de curb op te gaan. De volgende hier ook, Brunsje. En als je met je wielen van de baan afkomt hier, is het een ronde onweldig. Hier ook, Brunsje YouTube, hetzelfde verhaal. De ijscurve. Die merk je gewoon dat die auto niet in wil sturen. En waar het nog linker is, is hierna Flanskarten. De Stefan Bellof SS, waar we zo uitkomen. Flanskarten 1. Flanskarten... Nee, moet ik gewoon liften, anders vlieg ik eruit. Dan wil die rechtuit gaan. En dat kost gewoon snelheid. Kan ik het hier wel enigszins goed maken door die dikke motor. Moet hem ook z'n 2 nemen hier, dan haal ik hem niet. Andere auto's, af is 3. De snelheid zal vergelijkbaar zijn, maar daar kijk ik niet echt naar. Het is meer toerenbereik waar ik op let. Kalkenkop. En dan komen we zo op tot in de Heuwen. En dan hebben we een rondje afgelegd. Nou, dit 2 uur lang jongens. Zonder brokken. De grote kans op goede punten, goede positie aan het eind van de race is gewoon haal hem uit de muur en weet een beetje een goede snelheid aan de dag te leggen. Verbruik is 13,5. Dus ik kan een ronde of 7 rijden voordat ik pitstop moet maken voor zaterdag. Tiergarten. Rustig aan, rustig aan. Zo makkelijk om hier de controle kwijt te raken. Als je hard aankomt, hard remt en dan over hobbels gaat. ...8,45. Als je een beetje op YouTube kijkt, dan zie je dat mensen hier hard om lachen. De echt snelle jongens zitten in de 18, 8,9 range. Ik weet niet of dat in deze auto is. Niet veel mensen rijden deze auto meer. Gewoon omdat er, ja, er zijn snellere, nieuwere modellen. Wat ik begrijp, hè, mensen willen graag voor de winst gaan natuurlijk. Ik ben iemand die ook wel lol wil hebben in het racen zelf. En als het om lol gaat, is deze auto wel tof. Het is echt een leuke auto om te rijden. Een beetje dat glijderen nog wat je ook in GT2's terugvindt. Hij is gewoon nog niet zo aerodynamisch evolved als de huidige generatie GT3's. Dus in plaats van op aerodynamica in te zetten, wat vandaag de dag natuurlijk het verhaal is, is dit gewoon een dikke blaasbak, een dikke motor erin en gaan. Maar is het 5,2 liter V12 wat hierin hangt. Het nieuwe succesval van Ferrari in GT3 is de 296. En dat is een 3,5 liter V6 Twin Turbo. Nou, dat is waarschijnlijk de helft van het gewicht van de motor die in deze auto ligt.
stuur ik veel lichter. Dat merk ik ook aan dit stuurtje. Als ik in de Ferrari rijd, vind ik hem eigenlijk te licht. Want ik mis het gevoel op mijn voorwielen. Zo. Het stuurt gewoon een stuk minder, een stuk lichter. En als je een stuur hebt wat laag op kracht zit, dan merk je ook het verschil niet zozeer. Dus de helft van de kracht van de helft van 2,3 Nm. Dan zit je op 1,1. De helft van de kracht in een 5,5 Nm is dus de volle kracht van een Logitech. Van de G29. Niet in willen sturen. Dit. Dus ik moet gewoon liften en een beetje remmen om de druk op de voorwielen te houden om dat die banden in het asfalt bijten. Oh 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 oh. En daar gaan we mis. Iets te hard. En dan ben je de shark. Dom. Nou, dit gaat in de race ongetwijfeld ook gebeuren. En dan heeft het schade tot gevolg. Ik zit nu first person en ik heb damage uitgezakeld. Dat is practice. Ik moet mezelf, dat is de uitdaging voor zaterdag. In de race echt. In het hoofd zeggen, ga niet voor dat extra risico voor een goede positie. Een goede positie komt voort uit geen gekke shit uithalen zoals ik net deed. Achterkant. Exmuulen. Dan gaan we naar het bergwerk. Deze knik hier links. Nicky Lauda is een zwaar ongeluk gehad in 75. Hier voor het bergwerk. Niet in willen sturen. Here we go, kesseltje in. Een stukje heeft zoveel knikjes en bochtjes, daar hebben ze gewoon maar één naam gegeven. In plaats van elke bocht te willen benoemen. Dit geldt om ons rechte stuk. Topsnelheid 2,53, dat dan weer wel. De meeste GT3 auto's modern kom je hier maar aan de 2,50, 2,49. Eruit. Deze auto wil gewoon niet sturen, dat is echt zijn probleem. Er weer in.
heuvelans erin. Nice curve. Half over de boarding. Hoppakee. Curving. Dat is een ijshockey. Landskarten, een klein sprongetje. Beetje liften. Hier ook een beetje liften. Dus halen we het niet. Dan knallen we rechtdoor. Er zijn gewoon een aantal modellen. Neem even de McLaren, neem de Ferrari. En de Audi denk ik ook, de Lamborghini. Die kunnen gewoon zonder te liften door die bocht heen knallen. Dat is mid-engine en dat is gewicht ten opzichte van ja, deze auto. En weer over Duttinger. 7 seconden verloren in die crash. Kan er nog eentje doen? Denk ik wel. Maar goed, de meeste mensen zweren natuurlijk bij hoe zwaarder hoe beter kastenkoers. Maar ja, dat kost je ook gewoon wat. Dit is een R5, dus 5,5 Newtonmeter. Oh god. Daar gaan we, hè, te hard. Hobbels. Zo dom is dit. Het is echt gewoon dom van me. Ik kom gewoon te hard aan. En dan kom je op zo'n hobbel en dan... Ja, dan... Dan raakt hij instabiel, dan wil hij niet meer goed draaien, dan gaat hij boksprongen maken en dan ben ik hem kwijt. Ben ik hem kwijt, althans. Dan had ik het over een stuurtje. Ik denk dat de gouden middenmaat een beetje een R9 is, of 9 Newtonmeter. Dat zie je ook in heel veel Fanatec modellen. Maar ja, ik vind het net even te duur. Ik vind deze bundel betaalbaar, maar betaalbaar is nog steeds een goede 500 euro. Hobby's moeten geld kosten, hè? Zo is het ook. Oh, misshift. Ik zie hem een beetje te hard aan en hij wil gewoon niet meer die bocht. Maar voor de rest, wat een lekkere auto. De snelste tijd hier op de Nürburgring heb ik met een McLaren 720S Evo gereden. Dat was een 828 uit mijn hoofd. Ik had meer zeggen hoor, maar het was in ieder geval een hoge 820. En dan zie je dus wat het verschil is. Want hier kom ik dus eigenlijk niet onder de 840 uit. Even een tank. Oh, ik wil niet, hè, zie je?
waar je een beetje op moet letten met deze auto's, dat is het exitgebied. Als ik goed op bocht uitkom, dan is acceleratie en snelheid van deze auto dermate goed. Je ziet het net, ik kom met een tiende. Ten opzichte van mijn andere snelste tijd kwam ik eruit. En ik rijd nu 18e. In het voordeel. Goed, nu een beetje opletten hier. Dit is echt maar een gulleziel, dit stukje. Iets eerder op het rempedaal blaffen. Rustig aan doen hier. En zie je dat uiteindelijk tijd oplevert. Nu 1,5 seconde in de plus. Alleen maar door juist niet zo snel mogelijk doorheen te jagen. Dat was Kallenhardt. En nu spiegelcurben. Hier zou ik het vol met in z'n vier erheen blaffen met een McLaren. En ik moet gewoon liften hier, want hij gaat er niet in. Misschien had ik nog wat tijd liggen ten opzichte van vorige keer. Rijtscheid, komen we weer. Ex-Mühle. Lauda en Bergmerk. Hier laat die auto zijn kracht zien. Hier blaast hij weg. Ik zeg dat de meeste auto's komen net aan de 250 aan het eind daar. Bij close totaal. En deze auto zit op 253 nu. Dat lijkt niet veel. Maar rij eens even een goede 20 seconden 3 km per uur harder. Dan de rest. Dan maak je wel wat goed. En niemand gaat je inhalen. Langzaam, hou hem langzaam. Hier kan ik op het gas. Een beetje lift hier. Ik durf het niet aan om bij het gas te komen. Hoge 8. Vanaf hier gaan we weer naar beneden. Snel. Balans terug. En weer door. Nou, niet willen sturen. Fluiten even bandensortage dat we doen in deze race. Hè? 2 uur gaan rijden, haal ik 1 uur op die banden. Flauw idee. Door de S's. Twee kleine carousel.
laten we een keertje niet crashen bij Tiergarten. We begonnen op 115 liter in de tank, dus nu 72 liter in. Door laps staat nu wat lager, 13. Estimate laps 5.3. Zo hobbelig, als je vol op je rem gaat en je stuurt daarbij, dan kan die echt snappen. En dan is deze auto daar nog niet zo heel snapperig in. 8,43,8. Ik vind het even mooi. Let's see. Even buiten. Goed, deze auto is een repaint. Mijn eigen vaste repaint is met één reclame van Millstone Dutch Whisky. Lekker drankje. Normaal oranje-zwart. Mijn logo is natuurlijk Lauf 51, hashtag 51, met zwarte checkers erbij. Dus die hou ik een beetje in de auto en in mijn modellen. Ik heb nu eigenlijk het zwart vervangen voor wit. En net als bij het zwart heb ik het wit ook een low poly van gemaakt. Dus niet gewoon puur wit. Je ziet allemaal hoekjes, vlakjes op dat wit zitten. Het is gewoon een low poly veld wat ik gebruik om overheen te persen. Ik vind hem aardig gelukt. Ik vind het een leuke tegenstelling, dat wit met oranje. Net zoals ik het zwart met oranje heel tof vind. Vind ik het wit met oranje ook mooi uitkomen. Af en toe zie ik nog wat details. Ik denk van, oh, dat moet ik even aanpassen. De zijkanten van de inlaten bijvoorbeeld. Daar zag ik vanmorgen van dat ze nog oranje waren. Dus die heb ik even wit gemaakt, meegenomen. De loopbody. Ik vond de achterklep niet mooi. Dus daar heb ik een zwarte klep van gemaakt. Ik kom net even mooier uit tussen de achterlichten in. Zeg maar, een stukje zwart. En zo kom je altijd weer wat dingetjes tegen. Maar wat een baan is dit. Weet je, de meeste circuits liggen tussen de 1,5 en 2 minuten aan rondetijd. Dit is gewoon 8 minuten, 8,5 minuut. En het geluid van die auto, hè, blijft een V12. Het is de enige V12 in de game. Hard omhoog. Vol in de remmen. Mooi de uitlaatvlam aan de zijkanten. Dan komen we hier bij het stuk waar ik vooruit moet kijken. Waar de oude Forst. Bochtige gedeelte. Kallenhard.
dit zijn bochten waar je gewoon niet goed in. Hij wil gewoon niet lekker insturen, met name in langzamere bochten. Dat maakt hem kwetsbaar in die zin. Maar het is gewoon zo'n lekkere gave auto. Een beetje iconisch is die gewoon. En dat maakt het leuk om te rijden. Dus ik ben benieuwd. We gaan er zeker geen race meer winnen, zaterdag. Maar we gaan wel lol hebben. En ik hoop dat ik hem uit de muur kan houden, want daarmee... Ja, kan je eigenlijk al zeggen dat je een goed resultaat gaat halen. Wil Breischeit naar boven, ex-Mühle. Daar ligt Lauda links. Gaan we door Bergwerk. En een hard, heel hard, kesseltje in. Geinig, als je dit soort weggetjes in de Eifel en in de Ardennen en in het Zwarte Woud rijdt, dan rijdt ze met je eigen auto. Dus het is sowieso een baan, een tweebaans weg, dus auto komt van beide kanten. Je mag waarschijnlijk 80, maar je doet 60, want je bent niet gek. En hier rij je gewoon 220. 250 daar op het eind. En hier vol in de remmen. Richting carousel. De volgende naam de Rudolf Caracciola carousel. Caracciola een voor de Tweede Wereldoorlog Grand Prix rijder. Rudy. En dan gaan we echt een twisty bit in. Dit is hoge 8. Een beetje het hoogste punt van het circuit. Er zit zoveel camber en off-camber in die bochten dat het echt wel een lastig geheel is dit soort dingen. Je kan in een bocht soms best wel harder gaan, maar dat betekent dat je meteen na een volgende bocht niet haalt of nou ja, niet goed gaat. Dus een constante afmeting en afweging van hoe je iets pakt. Nu naar IJsbach. Naar beneden naar Flanskart en Eind, hier hebben we een sprongetje. Hop. Flanskart en 2 naar beneden. Moeten ze even liften. Kijk, anders ga je daar en rechts ga je eraf. En dan door de Stefan Belhoff S's. We zitten inmiddels op 18 kilometer van de 24. Als het bordje mag geloven. Dan komen we bij de kleine carousel. Bij de laatste twee bochten de Galgenkop. En dan de Dutteringenhöhe. Nu is dat nagenoeg vlak, maar vroeger waren dat echt hobbels. Dus niet voor niets de Höhe. Dan vlogen Formule 1 auto's van echt overheen. Jaren 60, jaren 50. Echt killing op de ophanging. Nu is het wat vlakker allemaal. En dan komen we hier bij Tiergarten. Nou, je moet je ook een held voor zijn als je hier rechtdoor gaat. Hard doorgaat van ja, dit doet pijn. Als het niet goed gaat, dat hebben we gezien. En dan komen we weer op het Grand Prix circuit uit. En dit was de ronde dan van buiten gezien. Met repaint. Die ik ga rijden. Mooi.
Goed, zaterdag dus de race, Huts Racing. Volgens mij hebben ze een uitzending, zowel Twitch als op YouTube. Ik ga hem zelf ook streamen. Dixon Hurst rijdt in ieder geval ook mee, dus ik heb ook nog even een maatje erbij. Die zal ik waarschijnlijk ook wel in de chat hebben. Ik denk dus dat ik mijn eigen stream in het Engels ga doen, of in het Nederlands, weet ik even niet. Maar we gaan het wel zien. Dus, dit was even een oefenrondje en ik hoop weer wat vaker online te zijn. De grootste troubles zijn in het leven een beetje eruit, dus we kunnen weer vrolijk naar leuke dingen gaan kijken. Dit was even de opname van oefenen hier op de Nürburgring Nordschleife met de Aston Martin GT3 V12. En ik hoop dat jullie zaterdag allemaal kijken naar de race. Dank jullie wel en tot de volgende.